Yo, what up? Het is je boy Demo en we zijn nog steeds bij de auditierondes van Punch Out Battles. Op dit moment sta ik naast Soefs, een van de auditanten. Wanneer was het moment dat jij dacht van ik ga mij inschrijven voor Punch Out Battles? Yo, ik had me al vorig jaar ingeschreven, maar volgens mij had mijn deelname niet, had ze hem niet ontvangen ofzo, weet je. Dus dit jaar had ik dus een uitnodiging gekregen. Dag Chans. Je dacht, ai, eindelijk. Ja man. En denk je dat je er helemaal klaar voor bent ook? Ja, ik zou tegen Skinny G moeten. Maar die wou niet opdagen. Dus heb ik echt gewoon één week van voor dit heb ik een nieuwe tegenstander gekregen. Dus moest ik allemaal brainwashen en zo. Dus, maar het gaat ook goed komen. Wel genoeg tijd toch nog gehad om je voor te kunnen bereiden? Tuurlijk. Okay. Wat kunnen we eigenlijk van jou gaan verwachten? Wat voor soort battelaar is Soefs? Ja, ik ben wel iemand die bijvoorbeeld al freestylen kan ik ook gewoon. Maar dan moet ik bijvoorbeeld, ik ben snel in bars. Okay, je gooit om in bars? Oh no, ja man. Maar wel langzaam genoeg dat ik ze kan verstaan ook, ja, toch? Ja, zo, ja, dat wel man. Dus jij bent eigenlijk een bar rapper. Ben je dan echt, echt grappige dingen, dus een beetje giant-achtig om in grapjes of meer insano met de diepe teksten? Beide, allebei. Je hebt een beetje een fusie van de twee? Ja man. Okay. Wat verwacht je van jouw tegenstander? Ik verwacht niet veel. Maar of die überhaupt komt opdagen, weet ik ook niet. Je hebt hem nog niet gezien? Ik heb hem nog niet gezien, man. Ja, maar het is lekker makkelijk voor jou toch? Gewoon makkelijk door naar de volgende ronde? Ja, dat wel, maar ik wil wel een beetje vlam hier houden. Stel dat het dadelijk helemaal lukt voor jou en je komt uiteindelijk in de league. Denk je dat je dan ook echt kan meten met de mensen die nu in de league zitten? Ik denk het wel, man. En wie zou je dan heel graag tegenover je willen zien een keer? Wat zeg maar van nu? Dit zijn die nu in... Ik ken ze allemaal niet, man. Je kent ze niet, man. Je denkt alleen aan Soefs. Ja, man. It's all about Soefs. It's all about Soefs. Oké, nou, ik wens jou heel veel succes dadelijk, Soefs. En hopelijk tot in de league, man. Dan kennen jullie hem wel, toch? Sowieso. Bang. Ik sta met een van de auditanten, Steppa. Jij hebt jezelf ingeschreven voor de auditieronde. Waarom dacht jij, ik moet bij Punch Out Battles? Ik zeg je eerlijk, het lijkt me een goede format om te starten als rapper. Ik ben opkomend rapper. Ik wil serieus carrière op den duur starten. Daar ben ik nu langzaam mee bezig. Het is een beetje moeilijk om switch te maken tussen de wereld waar ik in ben en de andere wereld nu waar ik in ga. Maar ik begin mijn weg te vinden. Ik ga het wel pakken, sowieso. Ik heb zelf wel eerlijk gezegd gemerkt dat zeg maar, rappen en echt battelen dat wel een groot verschil is. Denk je dat je het allebei ook echt aan kan? Zeker weten, man. Ik ben zelfverzekerd. Het is wel twee verschillende dingen. Ik zeg je eerlijk, want ik ben begonnen met rappen. Ik heb nog nooit echt gebattled, maar... Ik weet zeker, I'm gonna kill it, man. Sowieso. Je hebt vandaag dan ook echt een live tegenstander tegenover jou. Hoe denk je dat dat gaat gaan zo? Ik zeg je eerlijk, dat weet ik niet. Ik wil niet zeggen easy of zo, want je weet nooit wie je tegenover je krijgt. Maar we ain't scared, never, man. Wat kunnen we van jouw eigen bars gaan verwachten? Wat voor soort dingen ga je brengen? Ga je hier persoonlijk of ben je meer van de wordplay? Ik zeg je eerlijk, het is 50-50, beetje persoonlijk, beetje wordplay. Ik was eerst tegen iemand anders in een battle gezet. De laatste week is diegene volgens mij eruit gestapt of zo heb ik iemand anders gekregen. En zag je na mij dacht, no. Ja, waarschijnlijk. Ik ga niet tegen Steppa. Maar ik moest iets nieuws pennen snel, je weet toch. Dus ik heb snel iets nieuws in elkaar gevlamd. Maar het is nog steeds shit, man. Het gaat wel goed komen. Ja, sowieso, man. Sowieso. Het is hoe je daar jezelf zet, toch. Niet als je hier dadelijk een goede show neerzet, kom je terecht in de Punch-Out League. Wie zou je heel graag tegenover je willen zien uit die league? Dat je denkt van oké, tegen jou wil ik wel echt een keer battelen. Ik zeg eerlijk, ik ben ready voor iedereen, man. Ik zie veel boys die zeggen ik durf niet te battelen omdat hij denkt dat ik beter ben of die. Nee man, ik kill ze allemaal als het... Ik ben gewoon ready for everybody. Ready. Ik wil niet zeggen ik ben de beste of zo, dat zeker niet. Want ik heb nog nooit in die wereld gevormd. Maar ik wil wel zeggen, ik ga mijn plek zeker proberen te pakken. Sowieso. Voor alle mensen die nu kijken en die Steppa voor het eerst zien en horen. Beschrijf jezelf even in een paar korte zinnen. Ja, ik zeg je, ik ben Steppa. Ik kom uit Rotterdam. Ik heb hier bijna mijn hele leven gewoon ben een tijdje naar Groningen gegaan. 5 jaar daar gezeten. Ben weer teruggekomen. Nu ben ik hier, man. En ik ben weer ready om even Rova te laten zien, op de map brengen, want dat vergeten mensen. Rotterdam is het. Nu gaan we laten zien, terugkomen met die shit. Steppa is hier dus om Rotterdam op de kaart te brengen. Ik breng jou, wens jou heel veel succes, broer. En wellicht tot in de league, man. Steppa, Demo. Je gaat mij zien in de league. Bam, bam, bam.